De stichting Donjon heeft deze week bekendgemaakt wie de uitbater wordt voor de herbouw van de Donjon. Nou ja, als gemeenteraad hebben wij formeel niet te horen gekregen wie de huurder is van de Donjon. Het enige dat we weten is wat we uit de krant hebben kunnen lezen. Ik weet dat er een stichting Donjon is die hier al heel erg lang mee bezig is om deze toren te bouwen. En ze hebben dus nu ook een bedrijf gevonden, Haystack. Dat ook zegt garant te staan voor de bouw en de huur en de exploitatie van deze toren. Maar hoe die exploitatie precies uitziet, dat weet ik ook niet. De uitbater van de Donjon wordt Haystack. Haystack is een Nijmeegse organisatie, een ontwikkelbedrijf. Haystack gaat niet de toren bouwen. Dat doet de Stichting Donjon Nijmegen zelf. De Stichting Donjon Nijmegen is een samenwerking tussen Rolje Haskoning en het NVB Cultuurfonds. Het NVB Cultuurfonds is een samenwerking van de lokale ondernemers die actief zijn in de bouw en daaromheen. Het is geen projectontwikkelaar in de zin van dat hij het gebouw gaat bouwen. Dat doet dus echt de Stichting Donjon. En zij ontwikkelen het project als in de zin het uitbaten van de Donjon. 11 jaar geleden is het referendum gehouden. En toen heeft de meerderheid van de bevolking gezegd, nou, wij gaan akkoord met de bouw van deze toren onder 3 randvoorwaarden. Er mag geen gemeentelijk geld heen, het moet authentiek gebouwd worden en het moet toegankelijk blijven voor het publiek. En eigenlijk aan de eerste 2 voorwaarden wordt er in ieder geval niet voldaan. De randvoorwaarden tijdens het referendum, daar wordt aan voldaan. De Stichting Donjon Nijmegen heeft zelf een inleg gedaan. Dat is de inleg van het NVB Cultuurfonds en Royal Haskoning. Daarnaast zal er een hypotheek aangevraagd moeten worden. De toren is eigenlijk veel duurder dan dat je kunt terugverdienen om een hypotheek terug te betalen. We hebben al sowieso verschillende toezeggingen gehad. €50.000 al door de Valkenvereniging toegezegd. De inleg van NVB Cultuurfonds en Royal Haskoning loopt al in de tonnen. De hypotheek, daar zijn gesprekken over met de bank. Daar ligt een offerte van de bank, dus die zal concreet verstrekt kunnen worden. Er zijn investeerders die interesse hebben om mee te investeren. En ook voor de subsidies zijn al verkend. Dus de financiële haalbaarheid is wel degelijk onderzocht. En daar zijn we ook al jaren mee bezig geweest. Nou, Haystack ken ik zelf als bedrijf niet heel erg goed. Ze zijn ook van plan om een hotel te bouwen in het voormalige Opusgebouw aan het Vierdaagseplein. Ja, en verder heeft het bedrijf, tussen de eigenaar van het bedrijf, via andere bedrijven wel andere projecten voor elkaar gekregen in Nijmegen. Zoals 52 Degrees en de kunstbaan Triavium. Maar verder ken ik het bedrijf niet zo heel erg goed. En het is uiteindelijk de Stichting Donjon die een overeenkomst sluit met de gemeente Nijmegen. De banken, investeerders hebben ook gezegd, we kunnen pas met jullie concreet afspraken maken op het moment dat er een huurder is. Die een garantie kan verstrekken van dat hij minimaal 10 jaar huurt. Nou, hij heeft gezegd, we huren minimaal 15 jaar. Dus daarmee heb je genoeg garanties om die middelen zeg maar, bij elkaar te krijgen. Dit lijkt olie op het vuur van een langlopende discussie tussen voor- en tegenstanders.